Hij werkte al een hele tijd in Duitsland op de bouw. En 's morgens om een uur of vijf, dan was hij al in touw. Zijn ploeg die stond daar in akkoord, dat ging de hele dag hard. En daarbij liep hij veel gevaar, want het was in het zwart. Maar hij deed het uit armoede voor zijn vrouw en zijn kind. Omdat hij in Holland geen arbeid meer vindt, van zijn uitkering leven, dat viel echt niet mee. Hij kreeg 300 gulden van de WWV. Maar net zoals het spreekwoord zegt, aan alles komt een eind. Ook hij liep daar tegen de lamp en heeft meteen bekend. Maar verraden deed hij niets, geen enkele kameraad. En voor de rechtbank zei vol vuur toen zijn advocaat: maar hij deed het uit armoede voor zijn vrouw en zijn kind. Omdat hij in Holland geen arbeid meer vindt, van zijn uitkering leven, dat viel echt niet mee. Hij kreeg 300 gulden van de WWV. Hij kreeg 300 gulden van de WWV.